Doorgroeien. Jezelf ontwikkelen. Een nieuwe kant op. Als dat je aanspreekt, dan ben je hier aan het juiste adres. Ik ga je namelijk alles vertellen over doorgroeien op werk. Met de volgende 6 tips pak je nieuwe kansen razendsnel met beide handen aan. Laten we beginnen. Sterk in je werk. De videoserie waarin we samenwerken aan jouw ontwikkeling. Met tips, voorbeelden en stappenplannen om je echt vooruit te helpen. Tip nummer 1. Zoek een collega waar je een voorbeeld aan kunt nemen. Tegen wie kijk je op of wiens functie zou je later graag willen hebben? Vraag aan deze teamleider, manager, specialist of senior collega of deze advies voor jou heeft. Dan laat je meteen je enthousiasme en nieuwsgierigheid zien. Een mentor is dé eerste stap om door te groeien. Tip 2. Creëer je eigen doorgroeimogelijkheid door verder te leren. Op werk leer je natuurlijk al een hele hoop, maar soms is een training, opleiding of certificaat datgene wat je nodig hebt om die volgende stap te maken. Zo kun je bijvoorbeeld ook een van onze tientallen opleidingen voor Randstad Boost volgen. Mijn derde tip voor jou, netwerken. Want een van de beste manieren om je doorgroeimogelijkheden te benutten, is door te netwerken. Het klinkt misschien niet zo spannend, maar het kan je zoveel opleveren. Maak een praatje met je stagebegeleider, ga naar een openingsfeest of deel iets over je werk op LinkedIn. Je weet maar nooit wat daaruit kan komen. Zo blijft je netwerk altijd groeien. Tip 4. Is er een trend waar jouw bedrijf echt aan mee moet doen? Of is er een nieuw programma dat jouw werk 10 keer makkelijker gaat maken? Mooi, doe daar iets mee. Door te laten zien dat je bezig bent met nieuwe ontwikkelingen, vind je meer mogelijkheden voor jezelf. Daarnaast laat je aan je leidinggevende zien dat je aan de bel trekt als je nieuwe kansen ziet. Tip nummer 5. Deze klinkt logisch, maar blijf altijd goed werk leveren. Soms zit het even tegen of zie je geen vooruitgang in je ontwikkelingsmogelijkheid. Laat dit je niet tegenhouden. Door continu goed te werken heb je altijd een streepje voor. En als laatste tip, is het nog niet mogelijk om door te groeien? Neem dan even afstand. Praat eens met een loopbaanadviseur om te zien hoe je jezelf verder kunt ontwikkelen. Of dat een nieuwe baan misschien beter bij je past. Zo, dat waren alle tips. Ik hoop dat deze video je gaat helpen om door te groeien op werk. En nu je er toch bent, druk ook even op die abonneerknop beneden of kijk een van onze andere video's als je meer wilt weten over loopbaanontwikkeling. Dankjewel en tot de volgende!